Goedemorgen lieve mensen, ik ben net wakker. Ik heb lekker gedoucht zoals jullie zagen. En ik heb dit leuke jurkje aan. Ik weet niet of je het kan zien. Is het natuurlijk weer niet scherp? Ja, yeah. Ik heb dit leuke jurkje hier aan van de CNA. Want die zit gewoon heerlijk met het weer. En het luchtje die ik vandaag op heb, dat is Rose nummer 8 van de Kruidvat. Ik vind hem echt zo lekker. En ik gebruik hem ook best wel vaak, moet ik zeggen. Dit is gewoon mijn tweede flesje. En ja, dus ik loop nou eventjes naar beneden. En dan ga ik lekker koffie zetten, want ja, het is zondag. En dan kun je lekker rustig aandoen. Dus dat is super fijn. En ja, ga ik dat even doen. Koffie. Oh, goedemiddag lieve mensen. We zijn net thuis. Ik ben een heel stuk vergeten te vloggen vandaag. Of eerlijk gezegd had ik er eigenlijk niet zoveel tijd voor. Want we waren bij mijn schoonmoeder en mijn schoonzusje. Dus dat was heel gezellig. We gaan zo meteen barbecuen. Lekker. Het is hartstikke warm weer. Dus wij hadden zoiets van dat mag best. Ik zal even laten zien wat we gekocht hebben. Want misschien vinden jullie dat heel erg leuk. Ik kan hem hier niet opzetten. Nee. Denk ik niet. Dat gaat het niet worden. Maar wat ze hebben gekocht is stokbrood. Hoort bij de barbecue natuurlijk. En bolletjes, maar die zijn voor gewoon om te eten, zeg maar. Even kijken, dan hebben wij kruidenboter gekocht. Waar die staat, dat weet ik niet. Een toetje. Mega lekker. Slaatjes. Super lekker, hoort er ook bij natuurlijk. En ja, volgens mij was dat het wel. Ja, en vlees hadden we allemaal. En een sapje. Dit is mango sinaasappeldrank. Ik vind hem echt heel erg lekker. Volgens mij hebben we alles al gehad. Oh nee, ik vergeet mijn eigen toetje. Een hoekje. Lekker hoor. Ik heb eigenlijk altijd wel een ander toetje. Dus, en verder heb ik vandaag de was gedaan. En ga ik nu even lekker zitten. Want we zijn wel echt heel ver gefietst. Is dat Nederlands? En ik wilde nog een stukje filmen op de dijk. Maar het was een beetje druk. En ik was bang dat ik mijn camera uit mijn handen zou laten vallen als ik dat zou doen. Dus heb ik dat niet gedaan. Ik neem altijd zo'n boek van de Jumbo mee. Ik vind het altijd heel erg leuk om te lezen wat daar voor nieuwe receptjes in staan. Dus dat ga ik eventjes doornemen. Dan gaan we zo even eten. En ja, de dag gaat echt snel voorbij als je bezig bent. Zo, toch nog even het boek gaan lezen van Ik vrouw van jou. Echt heel erg leuk. Even kijken. Wanneer is deze uitgekomen? Ik durf het niet te zeggen, maar echt een aanrader. Heel interessant, hè? Een paar maandjes geleden uitgekomen, ja. Ik heb hem van de week gekregen als cadeau. Echt blij mee. En er staat echt van begin tot nu in wat ze beleefd hebben. Dus dat is best wel leuk en heel interessant om te lezen. Dus ik ga gauw nog even verder lezen. Dus ja. Oeh, lekker. Ziet er goed uit. Slaatje erbij. Yum, yum. Dat plantje wordt groot, hè? Dat plantje wordt groot. Dat is een mooie, wat is het ook weer? Trompetplant? Maar dan? Hoe heet het? Oeh. Een mooi plantje aan het we hebben overgepoot in een grote pot. Oeh.
Aha, de Brugmansia. Dus zo wordt die. Is dat geen struik? Het is een plant. Maar hij wordt niet zo groot als die boom bij jullie mam. Hij wordt niet zo groot als die boom bij jullie mam. Die hebben toch zo'n trompetplant? Ja. Dus deze, dat wordt dat dingetje daar. Ja. Moet het worden. En deze staat bij ons voor. En deze hebben we ook, die staat voor. Hoe mooi. Maar dit is wel een soort struik, toch? Of zo? Ja. Dit is de Cortaderia of zo. Ik kan het niet uitspreken, maar. Ta-ta-ta-ta. En wat leuk is, is. Die kleine plantjes van, of plantjes, wat zijn de groentes? Van de moestuin van de Albert Heijn. Die wil ik straks gaan oogsten. Nee, niet gaan oogsten, gaan planten. Eerst moet het groeien en dan kun je oogsten. Lieve mensen, bedankt voor het kijken naar deze vlog. En vergeet even niet te abonneren, een blauw duimpje omhoog en op het belletje te klikken. Dan krijg je een melding van elke nieuwe video. Ik hoop dat jullie weer genoten hebben. Het was niet zo'n lange vlog, maar ik heb er zeker wel van genoten. Nou, hartstikke bedankt voor het kijken en tot de volgende.